Natuur en industrie in de Antwerpse haven. Op het eerste zicht lijken beide absoluut niet samen te gaan, maar pal naast een van de grootste dokken ligt een klein maar waardevol natuurcompensatiegebied. Op een kunstmatig eilandje broedt een unieke vogelsoort, de lepelaar. Bijna nergens anders in België komt hij tot broeden, maar dankzij deze nieuwe natuur en de hulp van vrijwilligers van Natuurpunt voelen ze zich hier perfect thuis. Om de populatie gedetailleerd te kunnen opvolgen, gaan we vandaag de jonge lepelaars voorzien van een wetenschappelijke ring. En dan eigenlijk de jongen proberen pakken. Alleen gaan de jongen meestal naar de kant gaan en zo op het randje van het water en die takken in het water. En daarmee is het handig dat er mensen met een bootje zijn die ze dichter bij ons jagen of ze zelf kunnen pakken. En dan is het eigenlijk zo rap mogelijk, maar alle lepelaars terug naar daar. Die kunnen geringd worden. En dan gaan hier alleen een paar kleine jongens achterblijven, die nemen we niet mee. En dan kunnen de kok mee weer terugkomen, want voor die lepelaars is het geen probleem. Die worden toch niet bedekt. Dus die hebben koud of warm, dat maakt niet uit. De kokmeeuwen zijn er wel veel kleine jongens, waar de ouders best erop weer komen zitten. Oké. Okay. Wat we hier zien was eigenlijk polder, waar het dok moest komen niet opgehoogd is en de rond is er opgehoogd. Daardoor is een plas ontstaan en waar dat we op staan was eigenlijk in het begin een opgeruimde laag stamboomhaard. Dus een takkenhoop, een boomstammenhoop van 5 meter hoog, die dus 2 meter onder water was, 2 meter boven water. En de takkenhoop is langzaam beginnen rotten en daardoor sinds nu toch al denk ik bijna 10 jaar is er voor het broedseizoen in maart altijd een werkdag met Natuurpunt, Natuurpunt Wal, waar dat we eigenlijk takken en paletten, met takken en paletten de hoop versterken, vergroten zodanig dat er altijd plaats is voor minstens 20 nesten. Er zijn er heel veel dood met de kou rond 1 mei. Hè. De helft van de jongen minstens is toen gestorven. Kunnen worden. Lepelaars bedekken een jongen niet. Dus als ze een paar dagen oud zijn, vanaf 3 dagen worden ze niet meer bedekt omdat ze eigenlijk al redelijk groot zijn. En als het dan een paar dagen onder de 10 graden is met regen, wind, hagel, dan gaat de helft gewoon dood. Dus eigenlijk van oorsprong meer een zuidelijke soort. Waar dus met koude periodes redelijk veel sterfte bij de jongen bij is. Maar er zijn 5 nieuwe nesten, dus van de laatste week erbij gekomen, dus dat is 20 in totaal nu. En een kleine zilverijger, dat is de eerste keer ooit op Linkeroever dat hij broedt, dat hij nest maakt. Ik ben. 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 Ik ben.
Nu gaat hij de groene. Dus de kleurencombinatie, 4 kleurringen, 1 wetenschappelijke ring. Dus met een code en het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen op. En 1 vlag. En, we hebben de jaren met donkerblauwe vlag, maar sinds kort is het nu met een zwarte vlag. En de codes, voor de code is de plaats van alle ringen, dus ook de wetenschappelijke en de vlag, belangrijk. Dus als je deze vogel dus zou aflezen met telescoop in het veld, dan moet je opschrijven dat hij aan zijn rechterpoot een wetenschappelijke ring had boven een zwarte, boven een gele, en op zijn linkerpoot een zwarte vlag, die dus boven 2 lichtblauwe ringen. Lepelaars worden lepelaar genoemd omwille van eigenlijk de lepelvormige snavel, die vergeleken met dit jong van 27 dagen oud nog 3 keer zo lang wordt en heel breed lepelvormig op de punt, waarmee ze eigenlijk door het water waden en heen en weer lepelen, zeg maar, met een snavel een beetje open, en vanaf ze een garnaaltje of een waterinsect of een visje voelen, klappen ze dicht. En eigenlijk zeer behendig, met een schokbeweging naar achter, slikken ze het in. Normaal gezien, dus, die gaat nu binnen, ik schat, 3 dagen kan die eigenlijk al kleine eindjes vliegen. Dan gaat hij hier op de verschillende plassen vooral achter zijn ouders zitten en maar bedelen om eten te krijgen. En na een kleine maand beginnen ze de gebieden hier rond te verkennen, tot en met de Schelde. En in principe de meeste blijven hier wel tot een stuk in augustus, om dan eigenlijk met de massale trek naar het zuiden tussen 1 en 15 september via de Atlantische kust over het Baskisch gebergte, het Cantabrisch gebergte, en zo naar ofwel Spanje-Portugal ofwel door naar Marokko, Mauritanië, Senegal te vliegen. Dus heel veel jongen, juvenielen vliegen nog tot Mauritanië en Senegal, alhoewel dat uit de kleuringen blijkt dat daar het meest sterkte is. Dat is eigenlijk nu de grote vraag, wat is daar aan het gebeuren? Is de kwaliteit van de estuaria daar? De estuaria daar, bijvoorbeeld de Banc d'Arguin in Mauritanië, een heel groot estuarium waar honderden lepelaars overwinteren, zou volgens mensen die er onderzoek doen een heel slechte voedselsituatie zijn, heel veel plasticvervuiling, heel veel verstoring van mensen. Ja, en die gebieden bepalen momenteel gewoon hoeveel er in Europa kunnen terugkomen om te broeden. Want blijkbaar gaat daar heel veel dood. En raken ze niet vet genoeg daar in de winter om daarna de terugtrek naar Europa aan te vatten.